Gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. Top. Wat zijn je eerste woorden? Ja, trots. Mooi dat ik het dat ik adem mag vertegenwoordigen. Voor jou. Yes. We gaan straks gelijk naar de fanshop om uiteraard jouw naam even netjes erop te zetten. Heel mooi. Andries Smit is net verkozen tot de e-sporter voor ADO. Maar dan heb je natuurlijk ook al het verliezers. Ja. Even eerst de reactie. Ja, jammer. Maar het is hem gegund, dus hij was heel goed. Dus ja, leuk voor hem. En jij? Ja, maar kennis vrede heb ik. Ik ben eigenlijk een pro-evolution sokkerspeler. Het is eigenlijk niet het spel wat ik speel. Ik had het graag gedaan, maar jammer genoeg. Ik gun het de jongen wel. Ja, eens gelijk. Ja, eens gelijk. Andries Smit, de e-sporter voor ADO Den Haag. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heel trots. En blij dat ik Den Haag in ieder geval niet alleen als club, maar ook als stad mag vertegenwoordigen. Want jij bent hier vaak op de tribune te vinden? Ik ben hier wel vaak geweest. Ik heb hier zelfs een stage gelopen als beveiliger. Dus dat is wel even grappig om dan weer hier te zijn en hier uiteindelijk ook de overwinning binnen te halen. En Zuiderpark natuurlijk, daar ben ik meer geweest in ieder geval. Maar dat is ook een beetje het probleem. En dat is ook waarom ze die e-sporter eigenlijk hebben aangesteld. Om die jongeren weer hup op die tribune te krijgen. Nou, dat snap ik wel. Want FIFA op dit moment natuurlijk is vrij groot. En het heeft heel groot bereik qua jongeren. En ik denk dat in Den Haag natuurlijk ook wel leeft. Dus wat dat dan gaat, denk dat dit een mooie stap is van ADO. Om in ieder geval weer wat meer jongeren op de tribunes te krijgen. Nou sta je al met een heel leuk shirtje in je hand. Wat betekent het nog meer voor jou dat je e-sporter bent geworden voor ADO? Nou ja, ik wil niet alleen natuurlijk gewoon meedoen. Ik vind het natuurlijk mooi dat ik de kans krijg om het te vertegenwoordigen. Maar ik wil ook wat bereiken. Ik wil gewoon wel in ieder geval een band hebben met de mensen hier. En daarnaast wil ik ook gewoon in de E-divisie wil ik het gewoon goed doen. Dus wat dat dan gaat het een mooie tijd worden.